Hans Smolders, het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Geëlimineerd zou je eigenlijk misschien wel moeten zeggen. We staan hier op een plek waar het eigenlijk rustig is. Rust is er even wel op zijn plaats, denk ik. Maar toch ook wel even terugkijken. 10 jaar terugkijken. Wat betekent dat voor jou, deze dag vandaag? Ja, als ik er hier op mijn gemak nu op terugkijk in mijn eigen omgeving, het Wilhelminapark, waar ik dus hier ben opgegroeid, hier vlakbij in het Theresia. Ja, dan is het toch anders als dat je op de plek bent. Of net zoals ik vandaag ook bij Harry Mens in de uitzending zat. Dat is heel gevoelig. Hier ben je toch weer in je eigen schulpje, op afstand. En dan doet het nog net zozeer, maar de emotie kun je dan makkelijker bedwingen. Want het is natuurlijk een ramp geweest die er toen is gebeurd. De Pim Fortuyn is weggezet als een ware racist. Als een gevaarlijke man, puur om stemmetjes te winnen. Om electoraal gewin. En niet van de eerste de beste. Nee, het zijn gewoon de ministers geweest. De minister-president, staatssecretarissen, fractieleiders. Die hebben Pim weggezet, puur als een racist. En daardoor is op een gegeven moment een gek op gaan staan die het, de trekker heeft overgehaald. Maar er wordt ook gesproken, heel veel mensen denken ook zo, dat het een samenzwering is. Zelfs de veiligheidsdiensten worden nog genoemd dat die misschien wel betrokken zijn geweest. Ja, wat er precies is gebeurd weet ik niet. Wat ik dus aan feiten kan vaststellen is dat er een haatcampagne rondom Pim is gecreëerd die zijn weerga niet kent. Dus daar kun je op een gegeven moment verwachten van dat er een labiel figuur op gaat staan en zo'n gevaarlijke man gaat neerschieten of hem iets aandoen. Want het zijn niet zomaar mensen die het geroepen hebben. Het was het kabinet en dat mag nooit gebeuren. En nu, 10 jaar later, is iedereen het daar ook over eens. De mensen die daar verantwoordelijk voor waren willen ook niet meer voor de camera, willen niet geïnterviewd worden. Ik denk dat ze inderdaad zelf ook wel weten dat het helemaal, maar dan ook helemaal fout is geweest. Maar andere complottheorieën, ja, ik ben een rationele man. Ik ga nooit achter een heksenjacht aanlopen. Ik ben ook iemand, ik moet eerst feiten, ik moet onderbouwing zien. En dan zal ook de eerste zijn, zal ik de eerste zijn die er ook achteraan gaat. Want ik wil weten wat er gebeurt, dus daarom ben ik ook altijd relatief genuanceerd geweest over Volkert van de Graaf in het openbaar. Thuis zal ik me niet zeggen wat ik ervan gezegd heb, maar ik hoopte maar dat die man ging praten na 10 jaar. Maar ook die hoop is vervlogen, want op tv heeft hij een heel ziekelijk spelletje gespeeld met de nabestaanden van Pim, de neef. Daar heeft hij gewoon echt zelf gebeld. Daar heeft hij gewoon een ziekelijk psychologisch spelletje gespeeld door niets te zeggen. Nou ja, goed, dat heeft de bevolking weer geschokt. En daardoor is mijn petitie ook zo goed ondertekend. Men wil ook hebben dat die man gewoon nog opgesloten blijft. En anders zou die 6 jaar strafvermindering krijgen binnenkort. Nou, dat wil bijna geen enkele Nederlander. Nou is het zo dat Ivo Opstelte is minister. En hij is toch niet echt anti-Fortuyn te noemen. Ik kan me zo voorstellen dat hij zegt van nou, dat gaat niet door. 6 jaar strafvermindering. Ja, ik denk dat Ivo Opstelte dat volgens mij best wel zou willen. Dat geldt ook voor Fred Teeuwe, de staatssecretaris. Daar gaan er beide over. Maar je hebt ook nog een heel ministerie. Je hebt ook nog het OM. Je hebt ook nog de rechterlijke macht. En ik ben de laatste 10 jaar er wel achter gekomen dat het ook allemaal niet zuiver op de graad is. Dus het is voor hun ook misschien wel vechten tegen windmolens in. Maar ik vind toch dat ze hun nek uit moeten gaan steken. Want ik denk dat je hier een piketpaal moet slaan tot hier en niet verder. Als iemand vanuit zijn cel de Nederlandse bevolking zo choqueert, de familie choqueert. Stel je eens voor dat Robert M. 20 jaar gevangenisstraf krijgt zonder TBS. En die gaat op een gegeven moment over 10, 12 jaar de nabestaanden bellen van die kinderen. Of zeg ik sluit het niet uit dat ik het weer doe. Dat bedoel ik, dus die slachtoffers gaat hij bellen. Wat moet je daar dan van denken? Dat moet zoiets, dat mag niemand meer in zijn hoofd krijgen dat hij dat gaat doen. De slachtoffers opzoeken of de nabestaanden. Hè, dat is bizar met zulke misdaden. Nou, dan hoor je ook gewoon als minister en als ministerie, als OM, als rechterlijke macht, hoor je daarop in te grijpen. Anders is de bevolking strak. De rechtsstaat helemaal niet meer dienstbaar. Ja, toch even terugkijkend en stilstaand vandaag op 10 jaar Fortuyn. Is er iets veranderd? Is het allemaal anders geworden na Fortuyn? Of is het allemaal hetzelfde gebleven? Gaan we gewoon weer door met waar we mee bezig waren? Nou, het enige wat veranderd is dat Fortuyn de erkenning krijgt die hij nu verdient. He, men kan nu openlijk zeggen dat hij op allerlei vlakken wel gelijk had. Dat het geen racist was, juist het tegenovergestelde. Alleen ik heb het gevoel dat ze dat doen om zich af te zetten op Wilders. Omdat Wilders er nu is. Dat soort gevoel heb ik daarbij. Een beetje dubbel. Ik ben wel blij dat het gebeurt. Maar ik had toch wel gewild dat diezelfde mensen die dat nu roepen,
hè, ook de elite zelfs in de Nederlandse politiek, dat die dat voor 2 mei, voor 6 mei 2002 hadden gedaan. Want dan hadden ze kunnen zeggen, nu je kunt Pim Fortuyn aanpakken op de inhoud, maar het moet nu eindelijk eens afgelopen zijn om dat racisme erbij te betrekken. Toen hadden ze dat moeten doen. Maar ik ben van de ene kant blij dat het nu gebeurt 10 jaar later, want beter laat dan nooit. Ja, en vandaag is er ook een belangrijk statement gemaakt. Het Pim Fortuynplein, geloof ik, hè? Of in ieder geval is een straat of een gedeelte van een straatnaam is omgedoopt naar Pim Fortuyn. Ja, er is een Pim Fortuynplein nu in Rotterdam. Nou ja, dat is natuurlijk wel mooi, hè? Want het is toch ook weer een stuk herkenning. Hè? Misschien had Pim wel gezegd, maar waarom de koolsingel niet? Als grapje natuurlijk. Maar het is wel een herkenning. En ja, dat doet me wel goed. En nou, het zou mooi zijn als hier in Tilburg ook zo'n straat zou komen. Maar goed, laten we nog maar even realistisch zijn. Want ook in Tilburg, daar zitten de elite niet te wachten op buitenstaanders. Ik heb het zelf mogen ondervinden. Er is bij mij zoveel vuiligheid over mij heen gestort. En ondanks dat heb ik ze toch ontmaskerd. En heb ik 3 wethouders hier weggekregen. Een burgemeester die echt gewoon... Maar is dat een doel op zich, mensen wegkrijgen? Nee, absoluut niet. Ik heb alleen aangetoond dat ze incompetent zijn. Ik heb aangetoond dat ze onbetrouwbaar zijn. En met uren debatteren wat de mensen helemaal niet zien. Met onderbouwing van feiten. Dat is een monnikenwerk. Een veldslag. Ja, een vuile slag is het geweest. Want ze hebben alles geprobeerd om mij ook het werken onmogelijk te maken als fatsoenlijke man. Ze draaien alles om alsof ik onfatsoenlijk zou zijn. Nee, hun zijn degene die onfatsoenlijk zijn geweest, niet ik. En dat heb ik ook aangetoond. Dan zijn ze ook voor afgestraft. Dus het is voor mij geen doel op zich. Ik heb laten zien hoe het werkt. En ik wou ook de tweede termijn, dus de afgelopen 4 jaar, zijn dus die eerste termijn. Maar de nieuwe termijn die ik helaas niet heb kunnen starten, omdat mijn gezondheid ging opspelen. Ik kreeg gezondheidsproblemen. Wou ik laten zien hoe dat het wel moest. Nou ja, wellicht gaat dat in 2014 nog gebeuren. We staan ook nog even stil bij de rol van de media. Vandaag 6 mei, kijken terug naar de media. Wat voor rol speelt de media ten aanzien van Fortuyn, ten aanzien van ja, beeldvorming bij de mensen? Is er linkse en rechtse media? Is er een media die onafhankelijk is of niet onafhankelijk? Nou, je mag natuurlijk nooit generaliseren. Maar er is toch wel een groot deel van de media die een zeer kwalijke rol hebben gespeeld in 2002. Daarna leek het even goed te gaan. Maar ik vind dat het nou toch weer de foute kant op gaat. Ik heb het hier in Tilburg zelf ook mogen ondervinden. En als er journalisten zijn van plaatselijke kranten, hè, die dan objectief gewoon weergeven wat er werkelijk gebeurt, komen ze ook in de problemen. Net zo goed dat ik in de problemen kom als ik de werkelijke feiten boven tafel breng. Hè, dan gaan er mechanismes werken die ongekend zijn. Ja, het is echt te laag voor woorden wat er dan gebeurt. We staan toch even stil bij Pim Fortuyn, want het is toch zijn dag vandaag, 6 mei. Wat heb je meegemaakt? Je bent geweest bij Harry Mens, diverse televisieprogramma's. Wat gebeurt er als je in dat soort programma's komt en mensen stellen je vragen? Wat gebeurt er dan met jezelf en hoe wordt er teruggekeken op die situatie? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat er toch wel met respect is teruggekeken. En dat vind ik heel belangrijk. Dat merkte ik wel. Op een of andere manier is Pim in één keer wordt hij heilig verklaard. Dan heb ik net al gezegd dat het soms wel dubbel voelt. Maar ja, goed, als ik daar zit, dan speelt het toch op. Want ja, men wil die dag nog een keer horen hoe die is geweest. En als je niet uitkijkt, zit je weer zelf met je gevoel in die dag. Want ja, je begint te vertellen. Je hebt je eigenlijk een beetje verzet tegen emotie. Maar ja, ben je 10 seconden verder, zit je in één keer in het verhaal weer. En dan begint die emotie weer helemaal op te spelen. En bij Eva Jinek kreeg ik het ook even moeilijk, 's morgens, vrijdag op de morgen. En ook 's avonds bij 1 vandaag. Ik merk dat het niet minder wordt, maar juist meer. En dat is niet omdat een overledene, zeg maar, je nog steeds niet verwerkt hebt. Maar de manier waarop het is gegaan. Ik bedoel, er zijn wel meer mensen overleden. Mijn vader is overleden. En daar kan ik goed mee omgaan. Omdat je daar op een gegeven moment vrede mee hebt. Want het is zoals het is gegaan. Die man is altijd heel goed voor me geweest. En die heeft de pech gehad dat hij ziek is geworden. Ja, dat is het leven. Maar iemand zo wegzetten dat je van tevoren weet dat er dan rare dingen kunnen gebeuren. Iemand van 54 jaar die daar het leven voor moet laten. Ja, die woede en die het is gewoon een onmacht die in je zit. En dat is nog steeds niet verwerkt. En of het ooit wel verwerkt zal worden, ik weet het niet. Daar kun je geen rust mee krijgen. En dat had ik bij Harry Mens zondag in de uitzending ook heel erg. Want ja, daar waren we natuurlijk dikwijls geweest. En bij Harry Mens heeft hij ook een podium gekregen waar hij zichzelf kon zijn. Daar hoefde hij zich ook niet anders voor te doen als dat hij was. Daar werd hij ook niet weggezet als racist. Maar daar werd hij ook niet als een heilige behandeld.
Maar goed, de kiezers moeten toch weten wie Pim Fortuyn is. Of als hier in Tilburg moet men toch weten wie Hans Smolders is. Dan mag toch niet het beeld gecreëerd worden door een media dat niet klopt met de werkelijkheid. En dat gebeurt te dikwijls. En dan toch weer de laatste vraag, althans bijna. Toch weer even nog, wat gebeurde er die dag? Hoe ging het? Want iedereen wil dat toch nog even weten. En misschien ook voor mensen die er niet bij waren, misschien ook voor jongeren die weten, ja, wie is Fortuyn? Wat is daar toen gebeurd 10 jaar geleden? Ja, de nieuwe generatie moet inderdaad wel bijgepraat worden. En dat zul je ook om de zoveel jaar moeten doen, hè? Om de 5 of de 10 jaar. Maar ja, goed, wij hadden natuurlijk een hele fijne dag. We kregen te horen dat we 38 zetels in de peilingen stonden. We waren de grootste partij. Terwijl we een paar dagen van tevoren nog maar op 12 zetels stonden. Ook daar werden we voor de gek gehouden natuurlijk. Maar dat konden ze niet langer maken natuurlijk. Zo net anderhalve week voor de verkiezingen was ook een beetje lullig als je er dan 20 of 25 zetels naast zit, wat er nooit gebeurd is. Dus we waren natuurlijk vrolijk. Het was, ja, we waren net twee kwaai jongens, ook grappig rollen. We zijn weggereden in Rotterdam. We zijn naar het Feyenoordstadion gegaan, naar Van de Herik. Hadden we een gesprek over de veiligheid. Want er was de Europacup finale Feyenoord-Borussia-Dortmund. En we werden met alle respect behandeld door meneer Van de Herik en door Feyenoord daar. Nou, toen zijn we naar BN De Stem gereden in Breda. Een mooie bijeenkomst. De lezers van de krant die hadden de mogelijkheid, zeg maar, in een bijeenkomst om vragen te stellen naar Fortuyn. Nou, dat was gewoon geweldig. Ook gewoon mensen die ook kritisch waren, maar daar ging Pim zo makkelijk mee om. Pim was niet bezig met zieltjes te winnen. Ja, die deed gewoon zichzelf niet anders voor als dat hij was. En dan kreeg je gewoon te horen van mevrouw, ik denk dat het verstandig is als u op D66 stemt. Niet verstandig in mijn opinie, maar ja, als ik u zo hoor praten. Nou ja, goed. En uiteindelijk was die vrouw nog om. He, omdat hij zo eerlijk was. Dus nou ja, vanuit daar zijn we naar Hilversum gereden. Onderweg hebben we naar bij een benzinestation gestopt. Want we kregen wat trek. Hebben een buil chips gekocht. En wat drinken erbij. En zaten we met net twee kwaai jongens zaten we die op te eten, zeg maar. Ja, en vervolgens zijn we naar Ruud de Wild gegaan. En daar hadden we een 2 uur durend radio-interview. En grappig en grollen. En ja, het was gewoon één feest die dag. Ook Ruud de Wild deed daar vol aan mee natuurlijk. Want die gasten hadden wel door dat ze een historisch interview aan het krijgen waren. Pim was lekker zichzelf. Alleen ja, goed, een paar minuten voor de uitzending stopte trouwens. Een paar minuten voor 6, dus misschien wel een minuut of 6, 7 voor de fatale afloop. Toen haalden ze mij nog bij de uitzending bij. Mijn telefoon ging. Ik denk, ja, met Hans. Hey chauffeur, dat was Ruud de Wild. Ik probeer die stropdas van Pim allemaal te krijgen en ik krijg hem niet, verdorie, zei hij. Kun jij niet wat regelen? En dan hoor je Pim op de achtergrond. Niet doen, Hans, niet doen. Weet je niet, ja goed, die beelden zijn ook op tv geweest onlangs. Ja, dan krijg je het even weer zwaar te makken. En dan verandert zo'n dag een paar minuten naar de rand in één keer in een hel. Hey, ik sta voor de auto, komt Ruud de Wild aan. Hij was vergeten een kistje wijn te geven aan Pim. Nou, die begonnen weer te praten, dus ik denk, ja, ik ga vast in de auto zitten, want het was een beveiligd mediapark met slagbomen, beveiliging, een hek eromheen. Maar ja, ze stonden ook 2 meter voor mijn auto. Ja, en vervolgens hoor ik in één keer 2 knallen, dus ik kijk op. Ik zie Pim in elkaar zakken. Nou ja, toen ging het in mijn hoofd fout, fout, fout. Ik weet nog precies, fout, fout, fout. Dat was mijn reactie, want ik wist wel dat er ooit eens iets zou kunnen gebeuren. En ja, dan waren ze de mijne, maar ik had gedacht alleen met fysiek wat geweld of zo. Maar niet met kogels. Dus ja, ondertussen dat die Volker nog doorschiet, vlieg ik uit die auto. Hij schiet nog een keer in de grond, ja, en ik ga er eigenlijk als een dolle achteraan. En zo ben ik hem gaan achtervolgen en een stukje verder kwam ik toch wel tot zinnen dat hij een pistool bij hem had. Anders had ik hem al lang gehad. Ik ben toen de straatnamen door gaan geven waar we liepen aan 112. Ja, dat, uiteindelijk hebben we zo hem in de handen van de politie gedreven, zeg maar. Hij heeft onderweg nog een keer met pistool voor mijn neus gestaan, een meter of 10, 20 van me af. Omdat hij zag dat het een probleem begon te worden. Had hij nog kogels over? Ja, nog 1 kogel over, ja. En uit de reconstructie bleek, toen hij zo ging staan voor mij, dat daar zijn auto stond. En hij dacht natuurlijk, ja, hier is het een probleem. Maar hij is toch door gaan lopen. En zodoende met de politiehond achter mij in mijn rug, met een agent en een stuk of 8, 9 politieagenten bij de benzinestation, is hij daar neergevallen. Liep ik erop af en toen hebben die politieagenten mij ervan afgetrokken. En toen heb ik daar midden op straat, hebben ze me achteraf verteld, ik wist het niet meer. Heb ik staan te krijsen van, kok, heb je nu je zin? Dus mijn woede was al niet meer bij die Volkert. Maar die was eigenlijk al bij, ja, de teleurstelling van, heb je nu je zin? Want Pim heeft ook bij Jensen in een uitzending gezegd, bij Robert Jensen, als mij wat gebeurt. Hè, hij zei, ik ben blij dat je me de gelegenheid geeft. Als mij wat gebeurt. Als er een aanslag op me wordt gepleegd, kun je niet zeggen van, ik heb die aanslag niet gepleegd. Nee, je hebt wel het klimaat meegeschapen. Je bent mede verantwoordelijk. En dat moet stoppen, zei hij ook. En Pim voelde het ook al aan dat het gevaarlijk ging worden.
En op die manier wou hij eigenlijk de beveiliging afdwingen bij Wim Kok. Hij dacht, nu ik het op tv openlijk heb gezegd, kun je er niet meer omheen. Nu moet ik wel beveiligd worden, want stel eens voordat er iets met me gebeurt, dan knopen ze je al aan de hoogste boom. Maar ja, ook dat is niet gebeurd. Maar Pim is wel vermoord. Hoe gaat het nu verder met Nederland? Komt er een nieuwe fortuin? Ze zeggen, één keer in de 100 jaar komt er zo'n man langs. Is dat reëel? Ja, hoe dikwijls komt er een nieuwe Johan Cruijff? Zo incidenteel komt er natuurlijk wel een Ruud Gullit, een Marco van Basten en nog anderen. Dus daar kunnen we ook wel mee uit de voeten. Maar ja, dat zal de tijd leren en dat kun je niet forceren. Want anders krijg je weer een debakel, dat moet je niet hebben. Het moet rustig opgebouwd worden. Fatsoenlijke mensen moeten erbij betrokken worden. Mensen die weten waaraan en waaraf ondertussen. Maar dat is heel moeilijk, want die gevestigde partijen, daar ben je ook niet zomaar doorheen gebeukt. En dezelfde mechanismes gaan we werken als je als buitenstaander probeert daar binnen te dringen. En dat is bijna hetzelfde als dat je de maffia uit moet roeien. Zo moeilijk is dat. Is er een potentiële minister-president vermoord? Ja, natuurlijk is er een potentiële minister-president vermoord. Wat dacht jij dan? Natuurlijk was hij een potentiële minister-president van 38 zetels. Daarom is het ook belachelijk wat die rechter zei. Dat het proces, het democratisch proces, niet echt beschadigd was. Natuurlijk is dat beschadigd geweest. Wie gaat er nu nog zeggen met potentie, hè, dat je een goede vent, je gaat toch niet je leven in de waagschaal leggen om je nek uit te steken om die politiek in te gaan, als je echte talenten daarvoor hebt. He, dan moet je toch wel heel erg van goede huizen komen ondertussen. Want ja, zo'n leven als Wilders, wie wil dat? En hoe gaat het verder met Hans Smolders? Ik begin langzaam weer op te krabbelen, absoluut. Maar het moet nu structureel ook een beetje goed blijven gaan. Ik ben nu 2 jaar verder dat ik gestopt ben. En ik moet zeggen, nou goed, het doet me wel goed dat ik niet tussen dat rare volk in hoef te zitten. Want het is het meest erge volk wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Zogenaamde politici. Zogenaamde volksvertegenwoordigers. Ik vind, die naam mogen ze zichzelf niet geven. Het is meer volksverlakkerij wat daar gebeurt in de gemeenteraad. En het is echt erg. Ik heb dat naar lijve ondervonden. De burgers, daar wordt niet aan gedacht. Aan de stad wordt niet aan gedacht. Het is gewoon een beetje de baantjes onder elkaar verdelen. He, wie mag er wethouder worden strak? En welke burgemeester mag er komen zitten? En dat spel, daar word ik helemaal ziek van. Bedankt voor de reactie. Graag gedaan.